Wetenschappers zijn verdeeld over het nut van het inzamelen van taxus voor de bestrijding van kanker. Toch wordt sinds 3 jaar op verschillende plekken in Flevoland het snoeisel van de taxus ingezameld door de stichting Taxus voor Hoop. De jonge scheuten van de plant worden gebruikt als grondstof voor chemokuren. We staan hier op het HVC-terrein in Lelystad. En dat wordt ingezameld. Dan wordt het opgehaald. Dan gaat het naar onze drogerij in Velsen Noord. En vervolgens gaat het in onze droogmachine. Dat is een hele grote unit. Daar wordt het ongeveer 1 uur of 7 gedroogd. En dan uiteindelijk houd je een soort van gedroogde thee over. Ja, dus als het gedroogd is, dan verkopen jullie het aan farmaceutische bedrijven? Ja, wij verkopen het aan farmaceutische bedrijven. Die gaan het extraheren, zeg maar een soort thee van zetten. En vervolgens wordt het opgezuiverd en dan heb je echt de basisgrondstof die gebruikt wordt voor de chemokuur. En dat is dan het stofje Bacatine 3, een grondstof voor chemokuren bij borst, long, maag en prostaatkanker. Maar taxus is niet de enige bron van Bacatine 3, het kan ook chemisch worden gemaakt. Sterker nog, volgens internist-oncoloog Eskens van het Erasmus MC in Rotterdam wordt de natuurlijke variant helemaal niet gebruikt bij de productie van kankerremmende medicijnen. Nee, voor zover ik weet maken wij geen gebruik van het natuurlijke product en wordt Taxol en Taxotere op dit moment synthetisch vervaardigd. Maar is dat net zo goed? Dat weten we niet. We weten niet of het natuurlijke product beter is of dat de synthetische stof beter is. Maar op dat punt verschillen wetenschappers van mening. Want Bob Ursem van de Technische Universiteit Delft zegt dat de natuurlijke variant wel degelijk beter werkt dan de chemische. Vanwege het verschil in structuur remt de natuurlijke Bacatine 3 de deling van kankercellen beter. Taxus voor Hoop houdt zich vast aan de mening van de Delftse wetenschapper. Ja, dat is natuurlijk altijd heel lastig omdat er heel veel meningen zijn hierover. Wij zijn in onze optiek daarvan overtuigd dat sowieso een natuurlijk product altijd beter is dan een chemische variant. Oncologen van het Antonie van Leeuwenhoek in Amsterdam en van het Erasmus MC vinden dat er naast een gebrek aan bewijs voor een betere werking nog een ander belangrijk nadeel kleeft aan het gebruik van taxus. Als je een beetje kijkt wat er inderdaad bekend is van de natuurlijke grondstoffen, dan is de zuiverheid of de vervuiling wel een punt van aandacht. Wij kunnen natuurlijk niet werken met stoffen aan voor onze patiënten als wij niet 100% overtuigd van kunnen zijn dat de stof veilig is vervaardigd. Maar bij Taxus voor Hoop denken ze niet dat dit een probleem is. We willen het wel zo schoon mogelijk, maar je houdt het natuurlijk niet tegen dat er een vogel op poept of dat er een slakje op zit. Dat maakt ook niet uit voor het verschil. Het gaat in ons droogproces, wordt dat verwijderd. Is er dan misschien tekort aan de grondstof? Of is het heel erg duur om te maken? Als je nou op dit moment kijkt van is er een gebrek aan grondstoffen voor de taxanen, dan lijkt dat eigenlijk niet op dit moment het geval te zijn. En hoe zit dat met de kosten? Is het duur om de synthetische grondstof te maken? Op dit moment zijn de geneesmiddelen Taxol of Paclitaxel en Docetaxel gelukkig helemaal niet duur meer. Dus het kostenaspect lijkt niet een hele belangrijke drijfveer te hoeven zijn. Blijft de vraag, is het nu wel of niet zinvol om het snoeisel van je taxus in te leveren? Ieder initiatief om bij te dragen aan zorg voor patiënten met kanker kunnen we alleen maar verwelkomen. Er is ook helemaal geen enkele reden om te zeggen dat je dit dus niet zou moeten doen. Maar of op dit moment deze initiatieven een hele belangrijke bijdrage leveren aan betere zorg of genezing van kanker, ik denk dat dat op dit moment nog een beetje te vroeg gesteld is. Het taxusnoeisel kan dit jaar nog tot 31 augustus worden ingeleverd.